Dan gaan we naar uw buurvrouw, want die gaat straks de klas in. Marielle Paul, staatssecretaris voor Onderwijs. En daar zijn dit soort dingen natuurlijk ook ingewikkeld, zou je kunnen zeggen. Maak het maar eens bespreekbaar als docent. Wat hoort u daarvan? Nou ja, je ziet zeker sinds 7 oktober vorig jaar dat het ook heel erg leeft onder kinderen en jongeren. Kinderen krijgen het nieuws natuurlijk ook mee via het jeugdjournaal, via internet. En ik vind het superbelangrijk dat er ruimte is om in de klas te praten over dit soort zaken. Want je merkt dat kinderen zich daar zorgen om maken. En ik vind het ook ontzettend knap, want ik heb veel bijeenkomsten mogen bijwonen, in veel klassen gezeten, om te zien hoe leraren dat doen. Hoe ze met hun leerlingen in gesprek gaan en hoe ook angsten en zorgen op tafel komen. En dat je daar het gesprek over kunt voeren. Maar dat het ook heel belangrijk is, en dat zeg ik ook wanneer ik naar klas ga, dat we niet het conflict uit het Midden-Oosten gaan importeren naar Nederland en dat we ineens tegenover elkaar komen. Ligt dat op de loer? Nou ja, je ziet het op sommige plekken gebeuren. En ik vind het heel belangrijk dat we daar heel direct over zijn, dat dat nooit de bedoeling kan zijn. En dat je mag met elkaar van mening verschillen. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat we kinderen in de klas leren dat er verschillen zijn, dat je daarover moet kunnen spreken. Ja. Maar dat het geen reden is om haat te zaaien. Nee, maar minister Van Wil, dat is wel al een beetje toch wat er op sommige plekken gebeurt. Dat het toch overslaat hier naar onze samenleving. Ja, en dat is zorgelijk. We krijgen natuurlijk ook de herdenking van 7 oktober. Ja. Daar zijn we ook mee bezig met de grote gemeente. Hoe bereiden we ons voor? Kunnen we daar onrust verwachten? Houden jullie daar rekening mee? Ja, zeker. Ja. En op welke manier dan? Ja, op welke manier? Door met de lokale driehoek, heet het dan, de burgemeesters, OM en politie, voor te bereiden op mogelijke onrust in grote steden. En het is jammer dat dat moet, maar we zien dat wel. Marielle Paul,